Welkom, dit is ADO TV met deze week een voorbeschouwing op de thuiswedstrijd tegen Cambuur, Thomas Christensen op Nederlandse les en natuurlijk weer 5 goals uit het verleden. Maar hier spreken we met Harry van der Laan. Hij speelde voor zowel ADO Den Haag als Cambuur. Harry van der Laan maakte voor FC Den Haag en later ADO Den Haag 104 doelpunten in ruim 170 wedstrijden. Tijdens de opnames van de documentaire De Kerstboom van Co was hij ook aanwezig in de Sky Lounge en kwam daar veel oude bekenden tegen. En dat is best even wennen. Nou, dat is even lastig, omdat sommigen zijn zo veranderd. Het is toch 25 jaar geleden en we zijn allemaal een paar kilootjes zwaarder geworden. Maar over het algemeen herken je wel de spelers en het is leuk om ze weer eens terug te zien. Sommigen heb ik wel vaker teruggezien in die afgelopen jaren, maar de meeste toch niet. Met all-time topscorer bij ADO Den Haag. Voel je nog steeds die waardering van, daar heb je hem? Nou, weet je, het wordt steeds langer geleden. Het is ook zo natuurlijk dat spelers steeds korter bij een club spelen. Als je zeg maar spits van ADO bent en je schopt er 20 in, dan ben je bij de winterstop ben je al verkocht, bij wijze van spreken. Dat was vroeger natuurlijk niet zo. Dus de kans om meer dan 100 goals te maken voor één club, dat wordt steeds lastiger. Of je moet Ronaldo of Messi heten. En voor de rest is het wel een eervol iets om hier natuurlijk all-time topscorer te zijn. Dat wel. Horst, Vleer en daar is het toch 3-2. Van der Laan. Naast ADO Den Haag heeft hij ook voor onder andere Cambuur Leeuwarden gespeeld. Topscorer geweest en gepromoveerd. Is het nog iets waar we met genoeg aan terugdenken? Ja, natuurlijk. Nee, maar ook daarin, bij iedere club eigenlijk waar je gespeeld hebt, daar bouw je een band mee op. Dat doet iets bij jou en dat volg je ook altijd hoe het gaat met zo'n club. Maar hier is het allemaal voor mij begonnen, dus dit is toch wel de belangrijkste club voor mij in mijn voetbalcarrière. En met Cambuur gaat het natuurlijk hartstikke slecht op dit moment. ADO is weer in de winning mood, hè, zoals we dat noemen. Ik hoop dat het ook op financieel vlak weer op orde komt en dan ligt de wereld open voor ADO wat mij betreft. Wat doet u nu nog allemaal? Bent u nog actief in de voetballerij? Ja, namens Fox als analist treed ik regelmatig op. En met name bij wedstrijden van ADO ook natuurlijk. Maar voor de rest golf ik graag. Ik vermaak me verder wel. Het is niet zo dat ik ergens in dienst ben. Henk Vrezer tegen Ajax. Er waren natuurlijk wat incidenten op de tribune. Hoe ver heeft dat zijn invloed gehad op de voorbereiding op Cambuur zondag? Nou ja, in hoeverre heeft het direct op ons invloed? Kijk, het is duidelijk dat we spelen in Nederland, maar volgens mij in meerdere competitie met verschillende culturen, met verschillende geloven, met verschillende afkomsten. Of mensen met een verschillende afkomst. Ja, ik denk dat het altijd wel wat invloed heeft, met name de impact die het ook bij iedereen had. Dus dan word je vanzelf daarin meegetrokken. Maar we proberen daarin ons zegje te doen. Maar wat dat betreft proberen we ook daarna weer meteen door te gaan in hetgene wat voor ons het belangrijkste is. En dat is wel de wedstrijd. Is dat goed gelukt voor zover je kan bekijken deze week? Nou ja, kijk, ik denk dat we wel de afgelopen maanden, en eigenlijk vind ik het hele seizoen tot nu toe, zijn we volop gesteund door ons publiek. En ik begrijp wel dat men op dit moment neigt naar het kijken naar degene die nu dit verhaal op hun naam hebben. Maar ik persoonlijk kijk liever naar de mensen die, en dat is volgens mij het overgrote deel, die heel positief is voor ADO en de ploeg en de club op een normale manier supportert. En dus wat dat betreft hou ik me liever daarmee bezig. Dus richting de wedstrijd zijn we ook overgaan aan de orde van de dag en kijken hoe we het beste zeg maar Cambuur kunnen bespelen. Even terug naar de wedstrijd van Ajax. Jullie speelden weer in het 4-3-3 systeem. Was je tevreden over de invulling daarvan? Ja, en achteraf vind ik zeer zeker dat wij voor de juiste speelwijze gekozen hebben. Ik denk dat we zeker op basis van de tweede helft het Ajax behoorlijk moeilijk hebben gemaakt. De eerste helft hadden we wat moeilijk, stond het niet helemaal goed, waardoor we geen druk op de man met bal konden krijgen. Maar ik moet eerlijk zeggen, de tweede helft, mijns inziens, hebben we ze behoorlijk onder druk kunnen houden.
En op het einde, waar je nog meer risico gaat nemen, dan merk je wel dat het een levensgevaarlijke ploeg is. Want dan krijgen zij ook weer twee hele goede kansen. Dus wat dat betreft denk ik dat wij en ik zeker de ploeg een compliment moet maken. Want volgens mij hebben we het maximale eraan gedaan. En uiteraard kon de eerste helft beter. Maar de tweede helft hebben we dat denk ik wel gecorrigeerd. Zondag Cambuur thuis. Je geeft net aan tevreden over het spel tegen Ajax. Als het spel wordt vastgehouden, goede kansen tegen Cambuur? Nou, ik denk dat we met name de tweede helft, de mentaliteit die we getoond hebben, de drang naar voren toe die we getoond hebben, omgaan met het risico wat dat heeft, die drang naar voren toe. Dus wat dat betreft heb ik er wel een goed gevoel over. En nogmaals, gesteund door ons publiek moeten we in staat zijn om weer datzelfde niveau te brengen wat we de tweede helft konden brengen. En ook fysiek gezien zitten we wat dat betreft, denk ik, is het dik in orde. Heb je nog een specifiek strijdplan in gedachten voor tegen Cambuur? Ja, uiteraard. Kijk, je kijkt altijd naar waar de kansen liggen tegen elke ploeg weer. En dat hebben we ook tegen Ajax geprobeerd. En ik denk dat we verschillende ploegen thuis dat geprobeerd hebben. In de uitwedstrijden kijk je daar zorgvuldig naar. En dus deze wedstrijd kijken we ook inderdaad waar voor ons de gevaren liggen. Maar zeer zeker waar voor ons de mogelijkheden liggen. En waar liggen die volgens jou? Ja, nou ja, kijk, ik wil daar ook niet te veel over uitweiden. Ik denk dat ik daarmee de trainer aan de andere kant alleen maar help. Maar in de uitwedstrijd was het zonde dat we eigenlijk bijna uit de tegenaanval na onze goal de tegentreffer krijgen. En dat was gewoon niet nodig. En ik denk in grote lijnen als we spelen zoals de vorige keer. En uiteraard trachten wat meer naar voren toe, wat meer druk te houden. Dan moet dat wel mogelijk zijn. Even over blessures. Aaron Meijers was tegen Ajax niet bij. Hoe staat het er met hem voor op dit moment? Aaron gaat wel de goede kant op. Het zal afwachten zijn of die het gaat halen. Maar de ontwikkelingen zijn goed. En we hebben wel op zich wel maken we kans. Dus even de komende dagen kijken hoe dat eruit gaat zien. Na aanloop van iedere thuiswedstrijd wordt er op Facebook een gesigneerd houten portret verloot. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je gegevens invullen. Volg ADO Den Haag op Facebook en speel ook mee voor zo'n uniek houten portret. In de selectie van ADO Den Haag speelt een aantal spelers uit Denemarken. Een van die spelers is Thomas Christensen. Deze sympathieke Deen staat de pers altijd in het Nederlands te woord. Iets wat natuurlijk niet vanzelf gaat. Hans Verbeek geeft Thomas iedere week Nederlandse les. En daar wordt soms bijzonder lesmateriaal voor gebruikt. De eerste tekst was uit de Volkskrant. En dat ging natuurlijk over vluchtelingen. Ja. En over hoe Denemarken daarin staat. Dat is natuurlijk ook leuker voor hem. En waar ik nu mee bezig ben, dat zijn dus wat woorden veranderen steeds in een zin. En dat is wat lastiger, dat merk je. Ja. Dat is iets moeilijker dan dat. Want begrijpen, dat gaat over het algemeen prima. Maar nu moet u dingen omzetten. Toch gaat in het algemeen het Nederlands Thomas goed af. Al blijven sommige dingen moeilijk. De grammatica is nog steeds te lastig. Ik probeer ook schrijven met die andere spelers. Als jullie bijvoorbeeld schrijven een bericht gisteren naar mij, probeer ik ook in Nederlands terug te schrijven. Maar de grammatica, ik ken veel woorden nu, maar ik kan altijd op de rechte manier de woorden inzetten. De verledige tijd en deze dingen. Dat is lastig, denk ik. Thomas kon zich al snel goed verstaanbaar maken in het Nederlands. Hoe lukte dat zo snel? Ja, nou ja, dat ligt natuurlijk ook voor een behoorlijk deel aan hem. Ja, dat hij dus gemotiveerd is om dingen te leren, ja. En een achtergrond heeft waardoor leren ook wat makkelijker is. Ik denk dat is ook een groot verschil tussen de meeste Denen die hier komt vroeg. Als ze 18 is, ze woont misschien naar een Nederlandse familie. Ze gaan alleen trainen en de les hebben. Maar ik heb niet zoveel tijd. Hans en ik hebben misschien een les 1-2 keer per week. 1 uur, 1,5 uur. Ik heb ook mijn familie. Dat is ook een klein beetje lastig om als ik wil snel de taal leren. Op deze moment is het meestal dat ik misschien, als ik mijn optie krijg, als ik hier blijf langer, dan kun ik starten met de trainersdiploma van begin september.
En dat is helemaal anders. Ik ken veel woorden, ik kan praten redelijk, maar als je ook moet voorleggen voor andere mensen, dan is het helemaal anders. Tot slot vroegen we Thomas of hij voorlopig nog doorgaat met de Nederlandse lessen. Ja, dat denk ik wel. Ik moet nog steeds beter, maar ik kan ook zien elke maand dat het beter is. Maar het moet nog steeds beter, speciaal met de grammatica. Maar ook als ik misschien wil hier langer blijven. Misschien, maar ik heb ook kinderen nu die heel goed is. En als zij. Kinderen. Ja, kinderen. Ja. En ik wil ook misschien de volgende jaar mijn zoon helpen met huiswerk. En dan moet ik ook beter. En dat was het weer. ADO TV voor deze week. Aanstaande zondag speelt ADO Den Haag thuis tegen Cambuur. Kaarten voor deze wedstrijd zijn te koop via www.adodenhaag.nl/kaartverkoop. En we sluiten weer af met 5 goals uit het verleden. ADO Den Haag speelde in de Eredivisie 2 keer eerder thuis tegen Cambuur. En daarin maakte de thuisclub precies 5 doelpunten. Tot volgende week. Van Duinen, Nienhuis, Geert. En dan scoort ADO, is het 1-0. Van Duinen op weg naar 2-0. Ja. 2-0 en weer feest in Den Haag. Brans, bal gespeeld door Malone. En Van Duinen is weg. 4 tegen 3. Gert, 3-0. Goed uitgespeeld, goed afgestraft door ADO. Duidelijk gemaakt dat hij toch een ander vaatje moet zien te vinden. Dit is een bal gestoken op Van Duinen, komt vrij en maakt meteen 1-0. Ja, we zijn 26 tellen bezig. En Van Duinen, hij had er nog maar 2 in liggen dit seizoen. Schet met McIntosh, Schet, korte hoek, redding. Dus van Nienhuis. Malone, oh ja, Alberg. En ja, het staat alweer in het voordeel van ADO Den Haag.